Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga je meenemen door mijn boodschap voor deze week. Het is alweer woensdagavond. Ik weet niet of er een soort van run is op de Jumbo pick-up point momenten. Maar vorige week kon ik er dus helemaal niet eentje meer doen. Dus heb ik ook geen boodschappenshoplog gehad. Dan heb ik op stelsprong wat boodschappen opgehaald toen ik toch bij de Aldi om de blokkaas ging. Omdat we dat dus niet hadden. Dus heb ik gelijk wat boodschappen gedaan dat we in ieder geval tot en met... Ik hem maar aan doen. Dus heb ik niet van boodschappen opgehaald tot met vandaag. Want ik had het vandaag moment staan. En ik heb het vandaag doorgepland tot volgende week dinsdag. Dus het is maar voor 5 dagen of zo. Want ik kon dus een week geleden nog wel voor aankomende dinsdag het bezorgmoment vastleggen. Niet eens meer voor de maandag. Dus meestal doe ik het op maandag. En niet hoe. Dus het is voor 5 avonden. En wat voorraad. Spulletjes. Het is niet heel erg veel dit keer. Het was wel een heel behoorlijk bedrag. Maar ik zal wel zien waar het allemaal in zit. Maar goed, ik had dus niet heel erg veel nodig. Want ik weet dat ik dinsdag weer een grote bestelling binnen kan krijgen. Laat het even doen. Dus, voordat we gaan beginnen aan deze video wil ik jullie vragen. Deze video alvast een duimpje omhoog te geven als je boodschappen shoppen iets leuk vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we lekker beginnen met de boodschappen. Like I said, het is een beetje karig eigenlijk als je bedenkt dat we hier een hele week voor moeten eten. Maar dat is eigenlijk ook niet helemaal waar, want we eten er maar 5 dagen van. En het weekend zijn we maar met z'n 2. Dus dan valt het misschien eigenlijk niet helemaal mee. Anyhow, het is morgen donderdag natuurlijk dat we voor het eerst moeten eten. Dus dan hebben we kaasschnitzels met sperziebonen en aardappelpakketjes. We hebben er inderdaad weer 6. Dit is een aanbieding. Ik geloof dat je het op deze manier goedkoop was, dat ik het pak van 8. Nee, dus het pak van 2x4. Volgens mij is het goedkoper. Dus die gaan we lekker opeten, want dit gaat echt voor ons super hard. Dus lekker met specialboontjes, aardappelpakketjes. Vrijdag heb ik avonddienst in Pascal laat thuis. Dus dan doen we lekker allebei een biefstukje brood, gewoon simpel. Ik heb nog salades genoeg in de koelkast liggen. Dus dan kunnen we dat lekker oppeuzelen. Zaterdag is bij ons altijd vrijdag. En alle snacks zijn van het weekend opgegaan. Inclusief de dips, dus dan ben ik ook nog naar de supermarkt geweest. Dat is echt verschrikkelijk. Maar goed, we hebben het allemaal overleefd. Dus we hebben kaasvlees, kipnuggets en frikandellen. Ik had ook rundvleesroketten besteld, maar daar kreeg ik een melding van dat die niet op voorraad waren. Dus die konden we niet meenemen. En zondag hebben we burrito mix. Burrito mix zelf was ook niet op voorraad op een of andere manier. En de wraps die erbij hoorden, ik had van Honing zo'n wereldpakket besteld. Dus ik heb alleen maar deze 2, dus ik moet misschien nog wel om wraps of anders doe ik het gewoon met rijst of zo. En zoete zure saus, geloof dat nog wel bestaan. We maken er wat van. En maandag heb ik nog macaroni in de vriezer liggen. Dus die kunnen we lekker even opwarmen. Want ik heb dan avonddienst. En Pascal, die moet met Fleur naar Turner toe. Dus we moeten iets makkelijks eten. En dinsdag komen we dan weer de boodschappen. Ik heb flesjes water mee. Voor zowel mijn werk, Pascal zijn werk. Makkelijk om omweg even mee te nemen. Ik heb voor de kinderen siroop gehaald. En taxi. Dus dat is helemaal fijn. Ik had voor mezelf amandelmelk. Voor mijn smoothies en voor mijn shakejes. Want ik merk dat ik van zoveel koemelk toch een beetje opgeblazen gevoel krijg. Dus dat gaan we even verminderen. We gaan weer de halfvolle yoghurt met vanillesmaak proberen voor Brooke. Dit eet ze iedere ochtend bij haar vader, maar ze vertikt het bij mij. Maar tegenwoordig eet ze 's ochtends eigenlijk ook geen boterham meer. Of zegt ze eigenlijk dat ze geen brood wil, maar pap. Dus we gaan het proberen. Van de week heb ik heel decadent wafels voor haar gemaakt. En die ik dan 's ochtends even in de broodrooster opwarmen. En dat at ze wel, dus mocht het niet werken, kan ik altijd nog wafels maken. Maar... ik denk, dit is toch wel een stuk makkelijker. Ik denk dat de crème fraîche eigenlijk bij de burrito's hoorde. Ik heb een hele doos met eieren. We doen sowieso altijd eieren koken voor die dan in de koelkast kan leggen. Die iemand gewoon als tussendoortje kan nemen of mee kan nemen naar school of naar zijn werk. Ik vind het ook wel eens lekker als we allemaal thuis zijn om een gebakken eitje te maken. En we houden van bakken, van koekjes en dingen. Dus die gaan altijd heel hard. Zakje geraspte kaas, dat zijn voor de macaroni voor de burrito's. Door de salade. Altijd handig. Deze hadden we vorige keer. En die vond ik zo ontzettend lekker. En de macro's waren ook ontzettend goed. Kijk of ik het nog kan zien. Voor een portie is het 10 calorieën. Dat kan allemaal niet. Die ken je. Anyhow, dit klopt denk ik niet. Maar goed. Nou, zie je. 204. Anyhow, het is in ieder geval... 7 eiwitten en 18 vetten. Dus dat was niet zo heel slecht. En dan hebben we ook de perzik met vanillesmaak om te proberen.
We hebben brood voor die kinderen. We hebben eierkoekjes voor die ik makkelijk kan snacken. We hebben een heel blok met kaas. Beleg heb ik nog genoeg in de vriezer liggen. Ik heb bloem besteld, want dat hebben we opgemaakt van de week omdat we zoveel aan het bakken zijn. En een extra bakspray. Ik heb een extra pot mayonaise voor voorraad. De gezonde dingen, appelsjes, cherrytomaatjes en druifjes. Meer eigenlijk niet, want ik ben ook nog naar de markt geweest, dus dit is meer als zat. Koekjes, ik heb ook weer van die knappers, die vinden ze heel lekker. Knapperkoekjes in de trommel en van die vanilledubbels. Die is ook lekker. En ik geloof niet dat ik deze heb besteld, maar er staat geen kaasje bij. Maar we hebben dus smeerkaas. Er zijn er zelfs twee. Oeh, met sambal en naturel. Oh, hier zit het kaasje zeker. Wat moet je weer doen? Nou, en smeerkaas. En we kregen de Barista Alpro Coconut. Dus ik ben nu heel benieuwd. Want ik drink zelf geen, of ik doe zelf geen melk bij mijn koffie. Ik maak nooit geen cappuccino's of zo. Maar het is misschien wel eens een keer lekker om te proberen. En mijn moeder drinkt het wel bij de koffie. Dus kunnen we proberen. Klinkt goed. Dat waren het weer de boodschappen. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat u hem leuk vond. Het was wel steeds weer een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En zoals altijd zet ik onder in de beschrijving alle opties die ik qua maaltijden heb bedacht. Onderin uit met een van de receptjes. Dan heb ik geloof ik deze week geen receptjes. Maar als je naar andere video's gaat, zie je eronder ook linken naar receptjes toe. En dan wens ik nog een heel fijn weekend. Tot de volgende. Doei doei.